Persvrijheid is de vrijheid van de drukpers, het grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar of kenbaar te maken. Een democratische samenleving kan alleen goed functioneren als de persvrijheid, als een van de voornaamste voorwaarden, goed geregeld is. Volgens de Surinaamse Vereniging van Journalisten is persvrijheid in Suriname de afgelopen periode in zekere mate onder druk komen te staan. Wat is er eigenlijk aan de hand? We nemen de recente ontwikkelingen rond de persvrijheid in ons land onder de loep. En van harte goedenavond en welkom bij Onder de Loep. Het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering praten we over de recente ontwikkelingen rond de persvrijheid in Suriname. Na de break stel ik mijn gasten aan u voor. En aan mijn tafel vandaag niemand minder dan Carla Boetius, maar zij is hier in de hoedanigheid van de voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten. Ja. En aan de andere kant niemand minder dan Gerald Seucharan. Hij is hier als kenner, advocaat en politicus. Welkom, mevrouw Boetius. Welkom, meneer Seucharan. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, en laat me eerst met de gast beginnen. Hoe ervaart u persvrijheid op dit moment in Suriname? Kijk, je plaatst natuurlijk die vraag in het kader van wat een paar weken geleden is gebeurd in ons land. En als je dat doet, dan kom je natuurlijk toch tot de conclusie dat we een dieptepunt mogen ervaren met z'n allen. Ja. En dat is vrij ernstig. Zeker als je begrijpt dat persvrijheid een van de pilaren is van de democratie. Ja. En dus het was voor ons, ook voor de politieke partij PRO, was het natuurlijk, we waren in shock. Ja. We hebben toen ook gelijk een statement uit doen gaan, waarin we gevraagd hebben om diepgaand strafrechtelijk onderzoek en afhankelijk van de uitkomst daarvan, vervolging. Ja. Van degenen die die journalist, meneer Pinas, zo toen op die dag hebben aangevallen. Ja. En we zien nu dat dit je ook aan het denken zet. Ja. Het zet je aan het denken en je gaat dan terug naar de basis van het recht op persvrijheid. Ja, straks gaan we hier diepgaand erin. Mm-hmm. En mevrouw Beutius. Natuurlijk heeft de SVJ zoveel gezegd, maar samenvattend. Ja, want meneer Seucharan die besluit hier echter mee, hè, de basis. Want dat is het doel van de SVJ. Ik heb mijn statuten meegenomen en laat me lezen. De vereniging stelt zich ten doel nationaal en internationaal te waken en waar nodig te strijden voor de persvrijheid en het recht op informatie van de burgers. Dus wat hebben we de afgelopen dagen gedaan? We hebben gestreden. Want we hebben gemerkt van, als wij als vereniging achterover zouden leunen en niks zouden doen, zou deze persvrijheid waarvoor wij staan, dat eigenlijk ons doel is voor het bestaan van de vereniging, helemaal weggevaagd zou worden. Want het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld een lid, in dit geval een lid, maar gewoon een journalist, wordt aangevallen. En iedereen zwijgt of iedereen probeert tijdens het goed te praten. Tijdens de uitoefening van zijn werk. Tijdens de uitoefening van zijn werk. Dus dat is wat we doen. We strijden voor de persvrijheid. En SVJ zal dat altijd blijven doen. En zoals het in onze statuten staat, nationaal en internationaal. En de manier waarop we nu persvrijheid ervaren, hoe klassificeert u dat? Ja, weet je, soms heb ik het gevoel dat het er is. Dat we echt in een democratisch land leven. En soms weer niet. Dus hij is nu niet in balans. In elk geval niet in balans in Suriname. En daar moet er aan gewerkt worden. Ja, ja. En natuurlijk, Suriname deed het zo goed de afgelopen tijd op de persvrijheidsladder. Ja. Van alle internationale
organisaties. Ja, toch? We hadden zelfs vorig jaar de hoogste notering in jaren. Absoluut. En tegen het eind van het jaar kregen we weer zo'n heftig incident. Is toch wel minder? Ja, heel erg minder. En weet je, en vooral nu, we hebben social media, hè, waar een heleboel asociale mensen op komen soms, die anders naar dat ding kijken en denken van dat je een persoon of zo wil aanvallen. Nee, je wil niet een persoon aanvallen. Je wil ervoor zorgen dat journalisten, mediawerkers in alle vrijheid hun werk kunnen doen. Weet je, ze moeten niet bedreigd worden, ze moeten niet onder druk gezet worden. Er moeten geen rancuneuze maatregelen getroffen worden. Feit is, persvrijheid, en het woord zegt het al, we moeten vrijheid hebben om ons werk te kunnen doen. Ja, en meneer Sultjaran, soms ja, als je de comments op social media volgt, dan krijg je soms het gevoel dat mensen volgens mij niet goed begrijpen wat persvrijheid vaak inhoudt. Vaak lees je van, ja, allemaal schrijven staan gewoon, hè. That's it, volgens hun. Ja, dus daarom wilde ik teruggaan naar de basis van dit recht. We moeten met z'n allen weten dat dit recht op persvrijheid haar eerste grondslag heeft gehad in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Absoluut. In 1948 was dat. Ja. Dat was na de Tweede Wereldoorlog. Is toen deze universele verklaring aangenomen. Ja. En in artikel 19 ervan is toen dit recht vastgelegd. En vanuit daar is het in alle mensenrechten verdragen, is het ook erkend geworden. En je praat dus wel degelijk over een universeel mensenrecht. Ja. En wat we hebben gezien de afgelopen jaren, heer Panka, is dat je ziet het ook in grondwetten terugkomen. Ook in de Surinaamse grondwet is het nu terug te vinden. Ik geloof ook in artikel 19. Ja. Dus je hebt dit recht, het recht op persvrijheid, is aan de ene kant een mensenrecht. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook een grondrecht. Dus eigenlijk en zegt het veel wordt, van je samenleving als je eigenlijk tegenaan schopt. Nou, meneer Panka, als we kijken naar wat dus in de wereld ten aanzien van dit recht allemaal wordt gezegd en wordt gedaan om het verankerd te krijgen in samenlevingen. U weet dat de UNESCO daar de trekker van is. Ja. De UNESCO is een orgaan van de VN en die heeft in haar portefeuille onderwijs, wetenschap, cultuur, maar ook communicatie. Absoluut. En een paar jaren geleden, steeds om de twee jaar komt UNESCO met een rapport, hè, over de veiligheid van journalisten in de wereld. Ja. Om de twee jaren. En ik geloof een paar jaren geleden heeft UNESCO een plan doen uitgaan waarin aan overheden is gevraagd, ga de positie van die journalist in je nationale wetgeving goed regelen. Ja. Ja. En dat is bij ons, voor zover ik weet, maar Kala zal, dit is haar terrein, is nog niet gebeurd. Ja, want je hebt veel melkkorfwetten. Ja, precies. Maar het gaat bij mij meer om wat de UNESCO zegt. Je moet de veiligheid van de journalisten gaan reguleren. En je moet er ook voor zorgen. Je moet er ook voor zorgen dat wanneer een journalist, zoals wat nu bij ons is voorgevallen, waarbij deze journalist inderdaad klappen heeft moeten incasseren. Daar zegt de UNESCO van, er moet gelijk een diepgaand strafrechtelijk onderzoek komen. Ja. Precies wat er gebeurt nu, mevrouw Boeit is. Ja, want ik, net wat ik zeg, ik denk niet dat de UNESCO zomaar is opgestaan en dat heeft geëist. Ja. Er moeten zaken zich hebben voorgedaan, waarbij dus die organisatie heeft gemeend van, luister, er wordt niet goed omgesprongen met dat recht. Ja. Dus landen, en in dit geval ook Suriname, let erop. En maar door de jaren heen misschien ook, ik ga het weer zetten, ik steek de hand in eigen boezem, dat ook de SVJ niet echt hard eraan heeft getrokken en we niet echt hebben gevochten ervoor. Want net wat je zei, er zijn inderdaad nog steeds muilkorfwetten. Ja. Weet je, waardoor
je dat recht niet in zijn volle wasdom kan beleven. Misschien om, ja, ik stel vanwege de hoge notering dat de SVJ misschien dus comfortabel is geworden. Dus dat denk je, het gaat goed. Iedereen hier heeft het democratische recht, vrije meningsuiting, persvrijheid. Iedereen geldt, hè, wordt hoog in het vaandel gehouden. Dus je denkt, het komt goed. Maar dit soort zaken, dit soort incidenten schudden je weer wakker van, hé. Ja. Het is niet goed, hè. Het zit nog niet goed met dat recht. Dus inderdaad moet SVJ in de komende tijd nu echt eraan gaan trekken. Dat het ook, want er staat in onze grondwet, ja, het recht op persvrijheid staat er. Het staat ook verankerd. Maar de beleving ervan, dat moet dat nog... Dat is wat anders. Ja. En de communicatie met de regering, want we hebben ook gezien, hè, trouwens is de boycott van de VP al voorbij. Want er waren 2 maanden. Ja, nog een week zou het zijn. Maar we hebben gemeen, weet je, kijk, die boycott kwam er omdat we zagen dat er niet echt een beweging was. En we wilden een statement maken van, luister nou, we zijn hier en we vinden dat deze zaak niet goed wordt behandeld. Het is alsof iedereen, vooral vanuit de regeringswegen, kregen we het gevoel dat zaken zouden worden doodgezwegen. Ja. Toch? En daarom is de SVJ in actie gekomen samen met het mediaveld. Want niet alleen leden van de SVJ, ook de andere medewerkers die zich ook beknot voelden, hoor, op ander gebied. Zij hebben alles in stelling gebracht om dit aan te vechten. En wat zagen we? De VP die met een statement, oh, ik doe het even af, weet je. Ja. Ik zeg sorry even. Nee. Dus daarom hebben we gezegd, nee, je moet het voelen. Je moet merken, je moet echt voelen dat je iets verkeerd hebt gedaan. Dus daarom die boycott. Maar nog een week en dan is het afgelopen. Dan moeten we een andere strategie gaan bedenken. En was het een goede strategie, meneer Schulker? Nou, ik weet dat ik op enig moment een post op Facebook heb gezet. Toen ik heb gezien dat de vereniging en bloc achter meneer Pinas is gaan staan. Ik vond dat subliem, dat jullie als vereniging gelijk het opnemen voor zeg maar je collega. Ja, ja. Maar het gaat verder, hè? Want je komt eigenlijk op voor dat fundamenteel recht, het recht op persvrijheid. Eigenlijk zou ieder burger achter de muur moeten staan. Dus daar wil ik naartoe gaan. En wat ik heb gemist, is dat de regering tot op heden geen duidelijke standpunt in het gebeuren heeft genomen. De regering heeft het niet duidelijk afgekeurd. En de vicepresident over het gebeuren gesproken. Men heeft het een beetje weggedaan. De regering is stil. En ik vind dat niet correct. Ik wil de vereniging daarom ook adviseren om van de regering een standpunt hieromtrent te vragen. Want nogmaals, het gaat om één van de meest fundamentele rechten. En ik denk, het is ook in de media verschenen toen de vicepresident na het gebeurde van die handgranaten voor de woning van Jason Pinas, dat de vereniging is ontvangen door een delegatie van de president onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken, Ramdin. Ja. En toen is ook on a wonder aan hem gezegd dat geëist wordt dat de regering de vicepresident ter verantwoording moet roepen op dit stuk. Ja. Maar hebben jullie antwoord op dit stuk? Dus de minister die gaf aan eigenlijk, toen gaf hij aan niet voor de president te kunnen praten, maar dat hij het zou doorgeleiden naar de president. Omdat hij van mening was van, want ook daar werd gegooid met voor de regering is persvrij hoog in het vaandel gedragen. Dus zeggen we zijn blij. Dat zijn mooie woorden, maar we willen ook de invulling daarvan zien. Dus dat is inderdaad kenbaar gemaakt op die meeting. De minister zou het doorgeleiden. Maar een ander punt is dat de SVJ ook een brief heeft gericht aan de president. En we hebben nooit een antwoord ontvangen van de president op die brief. Weet je waardoor we denken van, hoe hou je zo de communicatie open? Als jij als hoogste, De man van het land, vader des vaders, niet eens antwoord op die brief die wij hebben gericht en waarbij we enkele zaken hebben aangegeven en ook hebben gevraagd. Het zou eigenlijk, ik weet niet, het zou netjes zijn als de president tenminste had aangegeven dat hij die brief heeft ontvangen. Niet eens dat hebben we gehad. Ja, je leest ook dat het bezoek, de coverage rond het bezoek van de Braziliaanse president eigenlijk een beetje olie op het vuur gooit weer. Ja, ja.
ja, olie op het vuur, omdat de pers daar ook, de media, laat maar zien, de journalistiek, heeft aangegeven niet tevreden te zijn met de behandeling vanuit de regering, vanuit CDS. Eerst was het een kwestie met persbadges die pas die ochtend opgehaald konden worden. Dan was het, jij bent journalist, wat is jouw taak? Je taak is vragen stellen. En er werd aangegeven, nee, er gaat een briefing zijn. En eigenlijk die discussie daarover wordt nog steeds gevoerd door man. Wie is op het idee gekomen om met briefings te beginnen? Weet je, ook als politicus gaat u niet over tot briefings. Hè? Nee. Want journalisten willen altijd vragen stellen. Ja. En weet je, en in het verleden is het voorgekomen dat mensen ons uitnodigden voor briefings. En er werden vragen gesteld. Ja, dus ik weet niet dat is het werk van de journalist. En als je hoort dat dat niet het geval is, dan maak je het kenbaar. Ja. Maar de regering is daar niet zo blij mee. En ze vinden van, elke keer moeten we naar het groter belang kijken. Maar op een gegeven moment vraag je je af, wat is het groter belang? Ja, ja. Misschien een vraag van meneer Sotjaran. Ja, op papier kreeg de regering een 10. Als het gaat om communiceren wat ze allemaal zeggen, wat ze allemaal gaan doen en willen doen. Maar de werkelijkheid is toch wel anders. Mm. Hoe ervaart u die communicatie tussen regering en media? Daarom wil ik ook aangeven, je hebt ook een keerzijde. Hè? Dus je hebt het recht op persvrijheid. En natuurlijk, jullie zijn in de voorlinie wat dat betreft. Jullie zijn de oren en ogen van de samenleving. Dus jullie moeten beschermd worden en jullie moeten het recht ten volle kunnen benutten. Mm. Maar er is een keerzijde. Ja. En die keerzijde is namelijk dat de journalisten wel ervoor als primair ook tot taak hebben. Ik zeg niet alleen, maar ook tot taak hebben. Ja. Zich goed te bundelen, goed te organiseren. Hun rechtspositie goed geregeld te krijgen. Want alleen als je gebundeld bent, goed georganiseerd bent, dan kan je als, zeg maar, gesprekspartner van die overheid zaken afdwingen. Ja, ja, ja. He, dan kan je ook zeggen van, regering, luister, dit onderwerp is voor de Surinaamse samenleving zo belangrijk. Het bezoek van de president van Brazilië is zo fundamenteel voor Suriname. Wij willen wel een sessie hebben waarbij we vragen kunnen stellen. Ja, ja, ja. En dan kan je dat motiveren en ook afdwingen. Ja. Dus dat is de keerzijde. En ook op het punt van het gedrag van de journalist zelf. Ja. Hè? We zijn natuurlijk met z'n allen verantwoordelijk als samenleving, als democratie, hoe wij met elkaar omgaan. Ja. Maar natuurlijk kan je de zaken reguleren. En daar heeft de overheid de meest primaire rol in. Want de overheid is in staat die wetten te maken en onze positie te regelen. Dus je gaat ook moeten kijken naar de scholing van de journalist, naar het gedrag van de journalist, naar of de journalist de informatie juist weergeeft aan die samenleving, of hij niet provocerend te werk gaat, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En wie enzovoorts. Zou dat moeten doen? Dat primair is het een taak van de overheid. Daarom dat de UNESCO ook zich richt tot de overheden. En UNESCO ook aan de overheden heeft gezegd, wij zijn beschikbaar voor je als regering om samen met je te gaan kijken welke wetten gemaakt moeten worden om de positie van die journalisten goed geregeld te krijgen ten behoeve van de informatievoorziening naar die samenleving. Ja, want dus het recht op persvrijheid. Ja. U moet het niet zien als een recht van, oh, de journalist heeft nu het recht om pers te maken zoals die dat wil. Ja. Nee. Maar in dat wetsartikel staat ook een mooi woord. Het staat behoudens. Ja, weet je? Ja. Behoudens. Want ik ben niet helemaal eens als u zegt dat het de overheid dat moet doen. Maar kijk, de SVJ is er. En de SVJ waakt daarvoor. Ja. Weet je, dat de journalist op hoogstaan, hier staat het, een hoogstaande beoefening van de journalistiek te bevorderen. Ja. Dus daarin staat alles al verwoord van, we moeten ervoor zorgen dat die journalist inderdaad niet provoceert. Altijd horen en wederhoor toepast. Eigenlijk als het even kan op onderzoek uitgaan, maar soms
Lukt dat niet, je hebt gewoon de informatie en je brengt het einde. Maar dat je op onderzoek moet uitgaan. Maar dat moet, want als u dat zegt, het is iets van de regering. Dat bijna nee, gewoon weer naar die muilkorfwetten. Waarbij de regering gaat bepalen voor je. Nee, Carla, zo moet je het niet zien. Okay. Zo moet je het niet zien. Moet je het niet zien. Omdat de overheid het monopolie heeft op het gebied van maken van wetten. Mm-hmm. Dus u kunt uw positie in een wet regelen zoals u dat ook ziet. Zoals u de uitoefening van het beroep van journalist ziet. Ja. Daar kunt u zeg maar met de overheid in dialoog gaan. En de overheid kan een wet maken zodat jullie als journalisten je werk naar behoren kunnen doen. Behoren. Ik trek een parallel met de positie van advocaten. U weet dat wij advocaten... Want jullie hebben ook een vereniging, we hebben een advocatenwet. Maar er is geen journalistenwet. Oh, ja. En ik zou pleiten, laat een wet komen waarin de positie van de journalisten goed geregeld is. Waarbij de positie van de vereniging goed geregeld is. Waarbij de rechten van de leden van de vereniging goed geregeld zijn. Je kan natuurlijk de statuten hebben van die vereniging. Ja. Ja. Maar kijk, de positie van advocaten is bij wet geregeld. Dat je aangesloten moet zijn bij de vereniging. Wanneer ik bijvoorbeeld in een rechtszaal sta en ik hou een pleidooi, mag niemand aan me komen. Zo ver geniet ik bescherming van wetgeving. Okay. Journalisten moeten ook soortgelijke wetgeving krijgen. Wanneer meneer Pinas een foto wil maken of een vraag wil stellen, moet hij geen klappen krijgen. Ja. In dat geval ben ik helemaal niet eens. Die man moet zijn werk kunnen doen, want hij doet het voor de samenleving. Ja. Ja. Als journalisten niet meer kunnen werken zoals het bedoeld is, hebben we een immens probleem. Absoluut. Ja, en daarom zeg ik ook tot taak. Hè? Dus ik zie de positie van de overheid als faciliterend. Ja. Maar de journalisten die voor het vak hebben gekozen en daarmee zich beschikbaar hebben gesteld voor die samenleving, om die samenleving te informeren. Als de samenleving geen informatie meer krijgt van de pers, dan weet je wat er gebeurt. Toch? Want dan zijn we direct weer aan het grondrecht gekomen. Ja, en er zijn in elke samenleving ga je individuen hebben die dat willen ondermijnen. Ja, dus daarom is wetgeving belangrijk. En zijn die pers als gevaar zien. Ja. En niet alleen de regering ook. Hoor. Nee. Dus ik zeg individuen. Individuen. Ik zeg niet dat deze regering de pers als vijand ziet. Maar u moet wel dit gebeuren van meneer Pinas in het juiste kader plaatsen. Een van de dingen daarvan is dat dit rondom de vicepresident van de Republiek Suriname is gebeurd. En dat is vrij ernstig. Het is niet zo dat Pinas ergens bij een bar was of in een winkel. Nee, dit is ook nota bene dicht bij het parlement gebeurd. Weet je? Dat brengt mij ook op een ander thema, meneer Panka. Hoe dienen derden met journalisten om te gaan? Wanneer? Ja. Wanneer het zo was dat de lijfwachten van meneer Brunswijk goed waren opgeleid en waren bijgebracht dat je een journalist niet aanraakt, daar hadden ze twee keer nagedacht voor de Falama aan. Ja. Weet je, dus rondom politici moet er ook over dit thema gepraat worden. En dat begint inderdaad, hoe gaat de vereniging zich positioneren met haar leden? Wat gaat de vereniging afdwingen van die overheid? En laat die overheid het in een wet regelen. Ja. Dat bedoel ik. Wat veel werk voor de SVJ. Nee, wat dat betreft ben ik mee eens, Want journalistiek, het is een onbeschermd beroep, hè? Anders dan de advocatuur, waar je niet zomaar kan opstaan en een advocaat kan worden. Ja, in Suriname zijn we nog niet op dat niveau. Dus hè? Maar in dat geval landen denk ik dat die wet is de positie van de journalist al veel beter geregeld. Ja. En kijk, UNESCO heeft, ik denk dat het in 2012 moet zijn, dat UNESCO een UN-plan heeft ontwikkeld. Mm. Maar Suriname heeft kennelijk nog niets ermee gedaan. Ja, dat is eigenlijk werk. We gaan dat plan helemaal weer tot leven brengen, want het komt in ons voordeel. Oké, en eerder sprak meester Sjoen Tjaran als wat er gebeurde rond Jason Pinas als een dieptepunt. Maar ik denk niet dat het de eerste dieptepunt is voor Suriname. We pakken even een korte break en dan gaan we daarover praten.
En welkom terug. Het is niet de eerste keer dat we binnen de journalistiek in Suriname een dieptepunt bereiken. In 1982 was het al zo waarbij van de 15 Surinamers die vermoord zijn, zeker een paar journalisten waren. Ja, 3 of 4. Ja. En eigenlijk de geschiedenis herhaalt zich waar we in anno 2022 eigenlijk veel verder zouden moeten zijn. Ja, ik wil het niet met zulke bewoordingen weergeven hoor, want er is wel groot verschil tussen wat in 82 is gebeurd en wat nu een paar weken geleden is gebeurd. Gelukkig. Maar ik begrijp dat je brengt het naar dat recht, hè? Ja. Het recht op persvrijheid. Maar goed, die twee dingen zijn niet te vergelijken. Maar het was inderdaad, toen zijn er journalisten om het leven gebracht. Ja. En die waren ook in de uitoefening van hun beroep bezig. Ja, daarover willen we praten. En mede op grond daarvan kunt u ook uw waarde als journalist zien voor een samenleving. Ja. Politici met verkeerde gedachten zien u als een gevaar. Ja. Er zijn in 82 ook 4 advocaten vermoord. Ja. Wij werden dus ook als gevaar gezien. Ja. Weet je? Omdat wij praten, hè? Ja. De taal is ons. Is ons, ons wapen. Ons wapen. Ja, ja. He, daarmee gaan we aan de slag. Ja. En dat doen journalisten ook. Ja. Weet je? Gelukkig hebben we, is dat hoeveel jaren nu geleden? Bijna 40 jaren geleden. Laten we het alsjeblieft nooit meer meemaken op ons grondgebied. En eigenlijk ook nergens mag het gebeuren. Ja. Overal moeten journalisten en advocaten hun werk kunnen doen. En daarvan zeg ik wel als jurist, de overheid moet mij wel beschermen in mijn beroepsuitoefening. Mm-hmm. En ja, dat het later weer binnen hetzelfde traject rond Jason Pinas, dat er handgranaten voor zijn woning worden gevonden. Zit u een link tussen die twee gevallen? Ik denk dat het niet anders kan, toch? Het tijdsbestek tussen het moment waarop hij in elkaar geslagen wordt en het moment waarop een handgranaat op zijn perceel wordt gevonden. Er moet een link tussen die twee dingen zijn. Kan niet anders, weet je. En ik volg die strafzaak niet echt. Ik ken dat dossier niet. Ja. Maar ik zie wel dat het Openbaar Ministerie met iets is begonnen. Ja. Maar ik heb niet het idee dat er voldoende met slagkracht aan die zaak gewerkt wordt. Ik weet niet wat Kala ervan weet. Dus, maar, ze gaat me straks vertellen. Ja, ik maak me wel zorgen als ik kijk hoe de overheid zich opstelt ten aanzien van het gebeuren. Ik weet niet wie er allemaal als verdachten zijn aangemerkt. Ja. Maar ik weet wel dat de vicepresident ook aanwezig was bij het gebeuren. Ik weet niet of hij als verdachte is aangemerkt. Maar voor wat betreft dit soort situaties, openlijke geweldpleging en mishandeling, waarbij meer personen zeg maar betrokken zijn, in het strafrecht is het afhankelijk van de feiten en omstandigheden, kan het zo zijn dat het enkele feit dat je aanwezig bent, ook al heb je niet zelf geschopt en geslagen, je wordt wel als verdachte aangemerkt. Ja, ja. En je kan ook mee veroordeeld worden. Ja, dus, en hoe ziet u dat het Openbare Ministerie in eerste instantie treuzelt om die zaak voor te brengen? Ja, dat is natuurlijk ernstig. Hè? Want, maar daarom, kijk, ik ga blijven hameren om het groter belang. Mm-hmm. Hier is aan een van de pilaren van de democratie gekomen. Je moet het wel kunnen zien. Je moet niet denken van, oh, meneer Pinas heeft wat klappen gehad en that's it. Nee, hij was in de uitoefening van zijn beroep bezig. Ja. En dan maakt het wel heel veel uit hoe men naar de journalist kijkt. Want als je durft die journalist daar te slaan, te schoppen, ja, dan ben je echt heel ver weg, hoor, van wat wij hier als democratie willen beleven. Okay. Ik denk ook dat
de mensen die daar rondom meneer Pinas waren, kennelijk denken in termen van geweld en wapens. Ja. Maar wij denken in termen van praten met elkaar. Absoluut. En het woord uitwisselen en discussiëren, maar niet met geweld. Ja. En daarom zeg ik, het is zorgelijk. En ik begrijp daarom ook niet goed waarom de regering niet duidelijk zich hierover uitspreekt. Ja. En het mag niet zo zijn, heer Panka en mevrouw Kara, dat politiek, de VAP en de ABOP, dat ze hun politieke belangen boven het democratisch belang van onze samenleving stellen. En het is zaak dat de regering wel haar verantwoordelijkheid neemt jegens de samenleving. Want het recht op persvrijheid dient de samenleving. Jullie werken voor de samenleving. Ja. Evenals de regering. Weet je? Ja, ja. En die zaken hebben we eigenlijk een beetje op een rij gezet. Hè? Ja. Ja. Van, kijk, wij zijn journalisten. We werken met feiten. En wij gaan helemaal niet op het politiek vlak. Want het moment dat je dat zegt, wordt dat weersproken. Dus daar hebben we geen bewijs van. Dus we weten niet of de regering inderdaad het politieke belang bovenop stelt. Ja. Maar we zetten de feiten op een rij. Jason wordt mishandeld. Daarna, wat gebeurde er? Dat van de handgranaat is nadat het Openbaar Ministerie is uitgekomen, toch? Nee. Eerst de handgranaat is daarna gekomen, toch? Is daarna gekomen, ja, dat bedoel ik. Dus eerst, hij wordt mishandeld. Openbaar Ministerie zegt, ja, we hebben een paar verdachten gehoord. Maar ze zijn bereid sorry te zeggen, dus we hebben ze laten gaan. Het onderzoek wordt voortgezet. Daarna komen de, begrijp je? Daarna komen de handgranaten. Waardoor je denkt van, net wat u zegt, als we dat zo laten, denkt niet alleen de regering, maar elk individu denkt, hé, als een journalist me lastig valt, klap ik die persoon gewoon, dan zeg ik sorry. Dat is het afgedaan. Weet je, dat is het afgedaan. Nee, dat is dus het punt dat we willen maken van, nee, dat kan niet, hè? Klopt. En inderdaad, het zou goed zijn. Het zou eigenlijk in het voordeel van de regering zijn als er inderdaad een krachtig standpunt was uitgegeven van, luister, niet dat ding van, ja, we zijn bereid, sorry aan Jason, sorry aan SVJ, is mooi. Maar we zien wat er gebeurt in de samenleving, want de meningen waren verdeeld. Hè? Ja. Ondanks dat zo was, waren er toch mensen die zeggen, ach, hij heeft het gezocht. Ja. Of, ach, hij moet niet zo dramatisch doen. Dus jij bent degene die nu de samenleving op dat punt moet brengen van hallo. Ook jij als samenleving moet dit meteen afkeuren. Ja. Maar is niet gebeurd. Maar is er informatie voor wat het onderzoek betreft rond het plaatsen van de handgranaten voor de hoek? Oké, dus daar er is een advocaat in de arm genomen die eigenlijk zowel Jason als een beetje de SVJ vertegenwoordigt. En zij is bezig met de zaak. Dus zij informeert ons van, weet je, dit is nu. En zij zegt, ze blijft vinger op de pols houden. Ja. Dus zij gaat ons informeren wat de stand van zaken is. Status is rond het onderzoek. Rond het onderzoek. En wat die, die mishandeling betreft, is eerst de aanleg. Zijn beide partijen gehoord? Ja, nu? En laatst, toen iedereen heeft Jason gecomplimenteerd over de wijze waarop hij zich heeft gedragen in de rechtszaal. Hij heeft zich kranig gehouden en heeft heel goed uitgelegd wat er is gebeurd. En daardoor heeft hij zaken kunnen weerleggen die in eerste instantie, weet je, alsof hij eigenlijk provocerend bezig was. Hij zou gezwaaid hebben met zijn armen. Helemaal niets daarvan. En hij heeft echt heel goed de zaken op een rij kunnen zetten. Dus we keken echt rekenhalsend uit. De rechter heeft gewoon partijen aangehoord. Ja, en dan gaat er volgende maand, gaat die zaak weer voor en dan gaan we horen wat er gaat gebeuren verder. Heeft u die zaak zo een beetje kunnen volgen? Ik volg het wat in de media verschijnt. Ja, ja, ja. Maar het is wel belangrijk dat de zaak grondig wordt onderzocht. Ja. En dat er een stevig signaal gegeven wordt aan aan zeg maar de mensen die zo gehandeld hebben. Ja. Het vonnis moet een signaal zijn dat dit niet meer mag gebeuren. Ja, ja, ja. We leven in een democratie waarbij journalisten vrij hun beroep moeten kunnen uitoefenen. Ja.
Ja, maar hetgeen we hier aan tafel zeggen is allemaal mooi. Maar als de individuen en de burger en de regering het niet goed begrijp, is dit wel voor herhalingen? Zal het weer een keertje voorkomen? Nou, maar daarover, meneer Panka, wil ik zeggen dat, kijk, u heeft nou dit programma. Ja. We praten erover. Ja. En we delen inzichten met elkaar. Ja. Ik heb bijvoorbeeld laten zien dat het recht op persvrijheid een mensenrecht is. Dat het verankerd is in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Het is tevens een grondrecht. Het komt in onze grondwet voor. Mm-hmm. Ik denk dat de uitspraken die Carla net ook heeft aangehaald, wat mensen zo nu en dan uitspreken, dat het ook te maken heeft met een stukje onwetendheid. Ja. En dat die bewustwording moet komen. En dit soort programma's dragen daaraan bij. Ja. De burger staat niet altijd bij alles stil. Hè? Mm. Kom je aan de journalist, dan kom je aan de informatievoorziening naar de samenleving toe. Ja. Dus pas wanneer de samenleving heel goed het belang heeft gezien, dan wil ik zien of mensen dit soort dingen nog gaan zeggen. Ja. En daarom blijven we erover praten. En daarom heeft de SVJ ervoor gekozen om een stil protest te houden. We hebben een paar keer stil geprotesteerd. Geen barbarigheid, maar we zeggen, we willen gezien worden. En een stil protest, daar word je heel luid en duidelijk gehoord. Ja. Ik denk dat het zaak is dat de vereniging duidelijke afspraken met de regering maakt over dit soort zaken. Dus ik denk dat er veel werk is aan de winkel, SVJ. En ik ben blij. Ik moet zeggen van, kijk, en soms vraag ik me af, ik begrijp niet waarom de regering niet een krachtig standpunt heeft ingenomen. Want je ziet dat ze moeite doet. Het feit dat de minister van Buitenlandse Zaken, Bibes, ons meteen heeft uitgenodigd. Hij zegt hij vertegenwoordigde de president. Dus daardoor zagen we dat er inderdaad actie is ondernomen. Maar dan weer krijg je het gevoel dat dat is alleen maar gesproken. Nee, maar daarom zeg ik, vereniging eist een duidelijk standpunt van de regering. En zolang dat standpunt niet is gekomen, blijf je het vragen totdat de regering het ook doet. Ja. Of wanneer er een degelijk vonnis is gekomen, waarbij we het gevoel krijgen dat ons rechtsgevoel dat het beantwoord is, dan denk ik dat we dan allemaal, want dan zal het vonnis daar zijn, ook voor de samenleving, duidelijk van, luister nou, dit is wat er gebeurt wanneer je dit doet. Ja, kijk, nu is die zaak nog in onderzoek. Yes. Ja, dus het strafbaar handelen wordt onderzocht. Ja. Het kan een overweging zijn, laten we de uitspraak van de strafrechter afwachten. Ja. Zeker als je hoort dat mensen zeggen, meneer Pinas heeft het uitgelokt, of wat dan ook, wat niet zo blijkt te zijn. Wacht de uitspraak van de strafrechter af. Ja. Dan heb je inderdaad een vonnis. Ja, dat heb je daar. En dan kan je misschien de regering wel dwingen om een duidelijk standpunt in te nemen. Ja. Dit gebeuren moet niet dan op zichzelf blijven. Het moet gebruikt worden, gepakt worden, om de positie van de journalist in Suriname gereguleerd te krijgen bij wet. Ja, en dat kan alleen als de sector ook betrokken wordt. Helemaal. Maar dat is standaard bij het maken van wet. Ja, precies. Ja. Dus je kan zelf als vereniging zelf een ontwerp schrijven waarbij je met andere deskundigen samenwerkt. Maar ik zie wel in de tijd waarin we nu leven, met zoveel communicatiemogelijkheden, met de rol die de journalist daarin allemaal vervult, zie ik wel een parallel, hoor, wat ik zo even zei met advocatuur. Mm. Waarbij de positie van de journalist wettelijk is vastgelegd. Ja, ja, ja. Ja. Zonder dat je eigenlijk de artikelen in voorkomen die dat werk gaan beknotten. Want soms zie je, het is soms een thin line. Want de regering kiest er bijvoorbeeld voor, Bas van het artikel 19 kan je niet alles gaan staan roepen. Weet je, en schreeuwen mensen beledigen, et cetera, et cetera. Mm-hmm. En dan maakte bijvoorbeeld de vorige regering maakte wet bijvoorbeeld van, als je de president beledigt, kan je de gevangenis in. Ja. Maar wat is belediging? Het kan door alleen die persoon als beledigend worden ervaren. Het is toch een discussie. Ja, daar is rechtspraak over. Ja. Hè? Dus het wordt per geval bekeken, afhankelijk van de feiten en omstandigheden, kan een rechter tot de conclusie komen dat hier wel beledigd is geworden. Ja. Maar je kan wel in een wet
kan je wel uitgangspunten noemen. Ja. Is daar sprake van, dan is er wel, is wel voldaan aan, maar levert het wel belediging op. Dus je kan wel gevallen noemen. Mm-hmm. Dat kan wel. Dat is dan duidelijk. Een uitspraak in deze zaak zal zeker jurisprudentie opleveren en rechterlijke uitspraak. Ja, om kijk, eigenlijk te gaan werken aan die wet. Ik heb niet eerder meegemaakt, dus los van die moorden in 82, heb ik niet eerder meegemaakt dat een journalist zo is aangevallen fysiek. Nee. Ja. Ik heb het niet eerder meegemaakt. Ja, daarom was voor wat persvrijheid betreft, Suriname stond hoog. Ja. Weet je, want we hadden dit soort zaken niet. Ja, misschien heeft het te maken met weet je, de mensen die nu Want we zijn intussen gedropt weer. Maar als je kijkt ook om je heen in de regio, is het toch wel een soort tendens ontstaan om eigenlijk zo om te gaan. Want je kijkt, misschien is het een Surinaams probleem, maar als je kijkt naar Haiti, als je kijkt ook naar de andere eilanden waar zogenaamd persvrij heel hoog staat, dat er toch wel zeker veel incidenten zijn waarbij journalisten in de uitoefening, tijdens de uitoefening van hun beroep. Als u het rapport van UNESCO leest, volgens mij moet het zijn van 2016-2017, gaat u zien hoeveel journalisten wereldwijd vermoord zijn in die twee jaren. Ja. He, dus journalisten zijn nog immer een bedreiging voor mensen. Velen. En het slachtoffer daarvan. En daarom zeg ik ook, u heeft dit meegemaakt nu. Ja. Ja. Ik zou zeggen, grijp het aan en ga kijken hoe je de positie van de Surinaamse journalist wettelijk beschermd kan krijgen. Ja, ja, ja. Helemaal. Grijp het aan. Helemaal. Ja, ja. Ik denk dat we het inderdaad met beide handen zullen moeten aangrijpen. Zie, ik blijf advocaat. Ik adviseer. Absoluut. Ik adviseer. Ik blijf advocaat. En zoals de ouderen zeggen, want dat soms nou een ogrimushawambu. Ja. We moeten dit inderdaad aangrijpen en er iets mee gaan doen. Ja. Zodat het ook een beetje beter beschermd beroep wordt. Ja. En dat niet iedereen een dag kan opstaan en zichzelf journalist. Ja, ja. Ja, wat dat betreft. Ja. Hoe bescherm je dat? Want op basis daarvan, want zegt SVJ, wordt gezegd van, moet dat beschermen, moet ervoor zorgen dat journalisten, weet je, de juiste ethische normen en waarden aan de dag leggen. Wat Gerald hier zegt, als er een wet komt, dan zorg je ervoor dat dat er ook in staat. Hè? Hoe word je journalist? Ja. Wie wordt journalist? Nu kan iedereen zich journalist noemen, weet je. Ja. Dus ik denk dat, daarom zeg ik, ik denk dat we het met beide handen moeten aangrijpen. Wat doet SVJ nu om het kaf van het koren te scheiden? We kunnen niet zoveel doen. Het enige wat we zeggen bijvoorbeeld, je kan lid worden van de vereniging als je hoofdberoep is journalistiek. Je moet het echt uitoefenen, want vele mensen zien het verschil niet. Er is een verschil tussen een voorlichter en een journalist. Dus een journalist mag geen ambtenaar zijn. Je moet als hoofdberoep hebben journalistiek. En dat betekent dat je hoort en wederhoort, je bent geen doorgeefluik van niemand. Ja. Je moet op onderzoek uitgaan, je pas hoor en weder hoort toe. En je probeert zo objectief mogelijk je werk te doen. Ja. Dat zijn de dingen die we... objectiviteit is weer zo'n ding. En daarom blijf ik het aan. Ik zeg nooit 100%, want we zijn subjecten. Je kan nooit 100% objectief zijn. Misschien een vraag voor of iets. Hoe kijkt u naar het objectief? Hoe objectief kan iemand zijn? Ja, je hebt... Het blijft een moeilijk ding. Ja. He, je hebt altijd toch een stukje subjectiviteit in die objectiviteit. Ja. He, daarop praten ze ook over gesubjectiveerde objectiviteit. Oh, wat een woord. Dus, maar wat je wel kan doen, is aan de hand van normen. Ja. Normen eerst vooraf formuleren. En die normen maken mogelijk, dus regels, hè, dat je dus zo veel mogelijk objectief blijft. En dat je geen eigen invulling krijgt vanuit... je eigen brein. Ja. Dus, maar het is wel te daarom doen. Hebben wij ook een ethische code, weet je? En dat geven we iedereen die en code van Bordeaux, die passen we ook toe. Ja, daarom geven we iedereen die in het beroep stapt, meteen dit mee van luister, hou je aan die ethische principes en codes. Want daardoor is het dan niet totaal vrij en losgelaten. Er zijn codes. Dat is regulering, hè? Dat zie je ook bij de advocatuur. Okay. Wil je advocaat worden, moet je eerst 3 jaren een advocatenopleiding volgen. Ja. En dat moet binnen het journalistieke
kennelijk ook gaan gebeuren. Ja, dat want je hebt ook een school. Dat je ja, een opleiding moet volgen, dus dat je een soort van patroon hebt. Ja. Een stage bij een ervaren journalist moet lopen, zodat ja. je de gedragsregels... Dus dat zijn parallellen. Want heeft de vereniging een gedragscode voor haar journalist geformuleerd? Ja. Niet formeel. Ja, maar okay. We geven het gewoon informeel. Ja, maar weet je. Er wordt gewerkt met de code van Bordeaux, toch? Ja, maar daar heb je meer voor wat je werk betreft. Maar ik zou iets ontwikkelen. De vereniging kan een gedragscode ontwikkelen voor de Surinaamse journalist. Hè? Geschreven aan de hand van wat we hier allemaal meemaken. Ja. Mm-hmm. Dus zoals bij de advocaten heb je ook de ereregelen voor de advocatuur. Mm-hmm. He, dus aan de hand van die regels. En dat er tuchtrecht ook ontstaat. Want dat zou ook kunnen bij de journalisten. Ja. Als een journalist zeg maar geheimhouding heeft geschonden of wat dan ook. Mm-hmm. Dat hij berispt kan worden. Ja. Kan worden of, ja. Weet je. Dus je kan het allemaal reguleren. Want, ik denk dat het tijd wordt. Want er spelen een heleboel dingen. Nee, laat me dit punt nog maken. Ja. Want wat het is, wat krijg je? De mediabazen. Die nemen voor een appel en een ei mensen in dienst. Dus dat is een probleem, waardoor, weet je, het is moeilijk om... Want die mensen worden dan niet eens lid van de vereniging. Ja, precies. Ja. Begrijp je? Ja, dus ja, ja. Dus het is, dat probleem moet ook nog aangepakt worden, ja. Waardoor... Ja, zo krijg je ook die bundeling en zo kan je beter... Denk je niet dat als de wetgeving er is, dat de media-eigenaren zich ook verplicht zullen worden om... Ja. Dus ik denk okay. dat het is. Ter afronding, hoe zien jullie journalistiek in Suriname, zeg over een jaar, twee jaar? Komt het allemaal goed of blijft het een constante strijd? Het blijft een constante strijd. Ik denk dat het een constante strijd blijft. Maar, weet je, ik wil positief zijn. En als ik kijk naar de regering, het mediaveld heeft geklaagd, de journalisten hebben geklaagd. En ze hebben meteen een sessie gehouden waarbij de journalist het mediaveld is aangehoord. En er zijn een paar veranderingen ook doorgevoerd. Dus ik denk dat we inderdaad moeten blijven strijden. Niet lekker achterover gaan leunen en denken het komt allemaal goed. Nee, blijven strijden, je stem laten horen en altijd aangeven. Maar natuurlijk ook de hand in eigen boezem steken. En als wij de fout ingaan, dat ook corrigeren. Okay. Maar het blijft een strijd. Geweldig. Ja, daarom zeg ik het heeft twee kanten. Journalistiek is en blijft een pilaar voor elke samenleving. Dus het is zo waardevol als er geen journalistieke berichtgevingen zijn, weet die samenleving niet wat er gebeurt. Precies. De mensen, de burger kan niet overal zijn en het allemaal constant volgen. Dus nogmaals, journalistiek. Is fundamenteel belangrijk voor elke samenleving. Ja. Daarom moet het goed beschermd worden. Ja. En het gaat altijd een uitdaging zijn. Want het is altijd zo dat journalisten gaan vragen stellen die willen antwoorden hebben. Ja. Waarbij degene die moet antwoorden niet altijd het antwoord wil geven. Ja. Precies. Dus botsingen zullen er altijd zijn. Ja. Maar als je het reguleert, als je afspraken maakt. Als je de positie van de journalist wettelijk vastlegt, dan kan je er wel voor zorgen dat incidenten tot het minimum gaan kunnen worden beperkt. Ja. Je gaat altijd wel van die dingen hebben, dat een ruzie tussen mensen en een journalist, omdat de journalist graaft. Ja. Bij Dikkie toch? Yes. Journalisten zijn. Ja. En zo moeten ze zijn, absoluut. Want anders krijg je het er niet uit. Ja, ja. Daarom blijven we altijd zeggen, we zijn geen partner van mensen. Ja, want we moeten kritisch kunnen zijn. En als is dat Gerald iets heeft gedaan, dan gaan we op onderzoek. Ja. Ja. Maar in een democratische samenleving, en dat is de Surinaamse samenleving, het staat letterlijk in onze grondwet, ja. We zijn een republiek. Dat wil zeggen dat vrijheid het hoogste goed is bij ons, vrijheid. En dat houdt ook in dat het recht op persvrijheid ook ten volle beleefd moet kunnen worden. Ja, ik denk dat we daarmee kunnen afsluiten. Heel mooie afsluiting. Dank u wel, meester Surtjaran. Graag gedaan. Dank u wel, mevrouw Boetius. Graag gedaan. En zo heeft hij het ook gehoord. Het is een interessante discussie geworden hier aan tafel. Het ging over de persvrijheid in Suriname. Heeft u het net gemist? Dan wil ik u adviseren om onze Facebookpagina te volgen, ATV Suriname. Of u kijkt naar onze YouTube-kanaal, eveneens ATV Suriname. Ik wens u een hele fijne avond verder en tot de volgende week maandag. Dag. Okay, maar